Of het nou je kinderen, relaties of gewoon simpele principes zijn, sommige dingen zijn gewoon net iets bijzonderder dan je carrière als acteur. In this job you carry one suitcase. Your home is the available transportation. Welkom bij WatchMojo.com en vandaag gaan we kijken naar de top 10 acteurs van acteurs die zijn weggelopen uit de spotlights. That's not a true hero. I don't know what is. Voor deze lijst kijken we naar acteurs en actrices die heel erg bekend waren en vervolgens vrijwillig ervoor hebben gekozen om alles achter zich te laten. Poor kid, what are you talking about? He's the richest kid in the world. You don't have children, do you, Dave? Acteurs en actrices die later weer terug zijn gekomen, die tellen we ook mee, zolang ze maar vrijwillig een pauze hebben genomen in hun carrière op het witte doek. Don't you ever just kick back? Nummer 10, Phoebe Cates. Hi Brad. Heb je je ooit afgevraagd wat er is gebeurd met de bombshell van Fast Time at Richmond High? Daar hebben wij een antwoord op. De enige echte Phoebe Cates heeft in 1994 het acteren achter zich gelaten om haar kinderen op te voeden. En gelijk heeft ze natuurlijk, want het opvoeden van kinderen is een fulltime baan. Ze kwam wel een soort van terug toen ze in 2001 een kleine rol speelde als een vriend in The Anniversary Party. You don't miss it. Never. Maar buiten dat is het helemaal stil gebleven rond onze Gremlins vrouw. Thanks for walking me home, Billy. Hey, no prob. Night. Nummer 9, Renee Zellweger. Here I am. Renee Zellweger regeerde in het begin van de jaren 2000. Een stem geven aan de Bridget Jones was de eerste stap en uiteindelijk nam ze zelfs een Oscar mee naar huis voor de bijrol in Cold Mountain. That's my daddy. Hierna namen haar films af in populariteit en dat zorgde ervoor dat ze voor 5 jaar lang gestopt was met acteren. Voor alle Zellweger fans onder ons, wees niet bang, want als het goed is staat ze binnenkort weer op het grote doek. En misschien ziet ze er dan wel iets anders uit. People don't know me in my 40s. She's in her 40s. Perhaps I look different. Who doesn't as they get older? But I am different. I am happy. Op nummer 8 staat Cary Grant. Hallo there. Hallo. Als je niet weet in welke film hij speelde, vraag dan aan een filmfanaat hoe goed Hitchcock's North by Northwest is. Tell me, why are you so good to me? Shall I climb up and tell you why? Maar toen zijn dochter geboren werd en Grant al 62 was, gaf hij alles op om de aandacht op haar te richten. Yeah, a change is fun. For a while. Hij was nog steeds actief, zo werkte hij als regisseur bij verschillende bedrijven, maar hij was nooit meer op het grote scherm te zien na zijn rol in de film Walk, Don't Run uit 1966. Oh, I have to get home. It's our 25th wedding anniversary tomorrow. I've never missed one. Toen hij overleed in 1986, rouwde de wereld om het verlies van een icoon. How about getting out of here? Come on, child, out. Op nummer 7 staat Grace Kelly. Oh, it's enchanting. Nog zo'n Hollywood-icoon, Grace Kelly, was te zien in een handvol Hitchcock-films, zoals de genre-bepalende film High Noon. Dus waarom ging ze op stil? Nou, daar had ze een best goede reden voor. Ze werd namelijk een prinses. Ja, echt. In 1956 trouwde de toen 26-jarige Kelly met Reinier III van Monaco. Well, I sort of became a princess before I had much time to imagine what it would be. Omdat ze een prinses werd, mocht ze dus niet meer acteren. En ja, dan moet je iets anders vinden. En dus ging ze goede dingen doen voor de mensheid. Grace bowed to the outcry and gave up her hopes of returning to acting. Blijkbaar is actrice zijn ook een manier om bekend te worden bij de koninklijke familie. I'd better start setting up for dinner. Op nummer 6 staat Freddie Prinze Jr. You ready to go? Na de romantische comedies voor tieners was Freddie Prinze Jr. bestemd om Amerika's volgende hartedief te worden. What now? I don't know. Ondanks dat is hij toch gestopt met het spelen van die hele grote rollen. You need your space from Crokerland and probably for me too. In de eindjaren 90 nam hij een creatieve rol achter de schermen van de WWE en gaf af en toe een gastoptreden. You will team up with John Cena. Yeah. Na zijn werk achter de schermen bij World Wrestling Entertainment had hij ook een aantal opdrachten als voice-over. En hij werkte mee aan de show 24.
Maar ondanks dat alles deed hij vooral geen moeite om zijn acteercarrière weer op te pakken. Do whatever you guys do. Op nummer 5 staat Mara Wilson. Als je geboren bent in de eindjaren 80 of begin jaren 90, heb je waarschijnlijk goede herinneringen aan deze geliefde kinderster. Uiteindelijk was ze te zien in klassiekers zoals Mrs. Doubtfire en Matilda. Maar zoals de meeste kindersterren ga je of heel snel met pensioen, of je gaat te lang door om jezelf kapot te zien gaan. I know how this all works. Gelukkig is ze voor tweede gegaan en in 2013, toen haar bekendheid verminderde, maakte ze duidelijk dat ze niet meer op het grote scherm zou spelen. It's true. It's very true. Wel blijft ze bezig, ze is namelijk een boek aan het schrijven en de release daarvan staat gepland voor 2016. Well, certainly you are the voice of experience, having been there and then extricated yourself from the whole business. Op nummer 4 staat Greta Garbo. Deze Zweedse ster kwam al heel snel in aanraking met Hollywood en op die manier kwam ze dus ook in een handvol van klassieke Hollywoodfilms voor. That mist covers everything and out of it may rise at any moment the shape of the beloved one. Haar Zweedse achtergrond maakte haar populairder bij het Europese publiek, wat heel moeilijk was tijdens de Tweede Wereldoorlog. I thought you'd sympathize. Onder andere haar rol in Two-Faced Woman, een drama in die tijd, leidde ernaar dat ze het acteren opgaf. Maar toevallig was haar een rol aangeboden voor een vervlogen filmster in Sunset Boulevard. Alright, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Hoewel ze perfect was voor de rol, heeft ze het toch niet gedaan. She managed it. Op nummer 3 staat Dave Capel. I'm just on wine and I'm just getting started, bitches. Eerlijk is eerlijk, wie heeft de legendarische woorden I'm Rick James, bitch, niet een keer geroepen? I'm Rick James, bitch. Dave Capel was een van de grootste namen in de comedywereld voor een groot gedeelte van de eind jaren 90 en begin jaren 2000. Smoke weed in peace. Je gelooft ons niet? Kijk dan gewoon eens naar de hilarische Capel-show. Hollywood's a crazy place. Er kwam wat turbulentie in deze serie toen Capel zei dat hij niet blij was met de hoeveelheid creativiteit die hij kreeg. En zo verliet hij de show nog voordat seizoen 3 klaar was. Don't go nowhere, we'll be right back. Sinds 2007 doet hij regelmatig optredens, maar hij heeft zich tot op heden nog niet vertoond in de media. I'm Dave Chappelle, you're the best audience in the world. I'm out! Nummer 2, Macaulay Culkin. Iedereens favoriete comediant vloog naar de bekendheid na de release van Home Alone en het vervolg daarvan waarin hij de Wet Bandits aanpakt, of de Sticky Bandits, of hoe ze zich ook noemen. We're the Wet Bandits. Daarna was hij nog te zien in een aantal minder bekende films uit 1994. Thank you, Cadbury. Toen nam hij een 9 jaar durende pauze van het acteren, maar daarna nam hij weer een aantal rollen op in indiefilms en tv-cameo's. Now I'm too busy to hang out with me. Na een carrière die helaas werd beïnvloed door drugs en een verdachte relatie met Michael Jackson, treedt Macaulay Culkin nu op in een comedy-rockgroep genaamd Pizza Underground. Voordat we naar onze nummer 1 gaan, zijn hier nog een paar eervolle afvallers. Yeah. Hello. That's good. You're joking, right? No. I've just changed my mind. Well, I'm funny how? I mean funny like I'm a clown, I amuse you. I make you laugh. Well, now that is so sweet, Frank. Thank you, that is so sweet. En we gaan naar nummer 1, dat is Rick Moranis. Okay, who brought the dog? In zijn gouden dagen was Rick Moranis een van de grappigste acteurs die er was. Tussen Ghostbusters en Spaceballs liet deze brillendragende acteur ons lang in spanning. I always have coffee when I watch Radar. You know that? Of course I do, sir. Everybody knows that. Maar zijn redenen om het acteren achter zich te laten was allesbehalve grappig. Moranis' vrouw en overleed aan borstkanker in 1991 en 6 jaar later ging hij met pensioen om met zijn familie te zijn. That's great. It's not that great. Why? I shrunk the kids. Hoewel hij nog een paar comebacks maakte in kleine rollen, missen we hem nog steeds op het grote scherm. Maar we moeten zijn keuze om met de voor hem belangrijke personen te zijn respecteren. Thanks. Bye, honey. Ben jij het eens met onze lijst? I think I'm bleeding inside my chest. Welke acteurs die het acteren hebben opgegeven mis jij? I think I can make it up. Wil je nou meer van dit soort vermakelijke top 10 zien? Abonneer jezelf dan op watchmojo.com. Yeah, okay.
Thanks.